Hoi, en het is super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikking. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een mooi industrieel frame. Super tof, ik heb er zin in. Heb je er ook zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En we hebben weer een winnaar voor de mensen die vaak kijken, die zullen het wel weten. Elke video maak je kans op een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Wat moet je daarvoor doen? Laat hieronder even weten wat jij van deze video vond. Of misschien heb je een andere leuke reactie wat je met mij wilt delen. Misschien een kleur wat je graag wilt zien, een bloemstuk wat je graag wilt zien. Als je een reactie achterlaat en een duimpje omhoog doet, dan doe je al mee met de winactie. Om jullie gewoon een beetje te bedanken voor jullie trouw kijken. En ja, ik vind het gewoon super leuk dat jullie zo enthousiast zijn. Dus ik heb vandaag ook weer een winnaar en die komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen en heb de cadeau, want ze waren van 15 euro gewonnen. Goed, en dan gaan we nu gauw beginnen. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder een kopje cursuspakketten. Ja, en weer snel bij, want op is op, het pakket gehad. Dus dat is alleen maar leuk. Goed zeker dat jullie het goed leuk vinden. Ik heb dus een heel mooi frame. Super tof, op een voetje. Net even iets anders dan anders. We hebben nog niet eerder gehad, wel zoiets. En we gaan een mooi herfstbloemstuk van maken. Dus ik haal jullie even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Ik heb vandaag gekozen voor een bloementaartje, omdat dan die vorm van het ronde, wat hier onderin komt, en maar ook de vorm van het frame, en dat het elke keer weer terugkomt. Ik snijd een heel klein beetje van het oase af, omdat hij net iets te groot is. Echt maar een heel klein stukje hoor. Ik schil hem als het ware eventjes een klein stukje eraf. Als je dat hebt gedaan, gaan we de zijkanten strak wegwerken. Dit doen we met aspiristablad. Ik steek hem aan de zijkant in en rol hem eromheen. En dan zet je het even vast met een krammetje. En dan zet ik het volgende aspirista, zet ik daar eigenlijk weer onder. Zodat het mooi doorloopt. En je op deze manier de steekschuim mooi wegwerkt. En die laat ik weer helemaal doorlopen. En je kan ervoor kiezen om dit terug te slaan. Hoeft niet, wat je zelf leuk vindt. En als het goed is, pas je dan precies op het frame. Waar nodig zet je even een extra krammetje. Ik zie dat het hier bij mijn uiteinde nodig is. En dan doen we om het taartje doen we even een touwtje heen. Lijkt gelijk mooi sierlijk en dan zie je de krammetjes ook niet zo goed. Dan prikken we even een zijkant, aan de zijkant even een gaatje in, zodat je daar een bloem tussendoor kan steken. Dus in het aspidistablad. En daarin steek ik een zuidwindlelie, want die wil ik mee laten lopen met het frame. Bovenaan zet ik hem even vast ook met een touwtje. Je kan ook voor ijzerdraad of zo gaan, maar omdat het touw al mooi verwerkt is aan de onderkant, dan komt dat weer mooi terug. En dat doe ik met twee zuidwindlelies. De een wat langer dan de ander. Gaan we onderin het bloemstuk beginnen. We hebben dus een mooi taartje gemaakt en we houden het ook binnen het taartje. We steken dat mooi compact op met verschillende mooie ja, roze tinten, wat herfsttinten, besjes en dergelijke, zeden. En we vullen dit mooi op.
En je mag het er mooi compact in steken. Dan de welbekende appeltjes. Ik werk er gewoon graag mee. Ik zet het even op een stokje. Prik ik het onderin. Ik vind het gewoon echt mooi qua kleur erbij. En ook voor de herfst is dit gewoon echt heel erg tof. Dan heb ik weer een mooie herfstslinger. En jullie vonden dit de vorige keer heel tof in de ring. Dus ik denk ik ga hem gewoon weer toevoegen. Je kan hem gewoon om het frame heen wikkelen. Je kan ook voor kiezen om het onderin stuk te doen. Je kan het helemaal doen of een klein stukje wat je zelf daarin leuk vindt. Doe lekker je ding. Ik wikkel hem er gewoon omheen om het frame. En waar nodig is zet je hem gewoon weer vast met een touwtje. En mocht je het leuk vinden, kan je net zoals het bloemstuk zonder de bloemen. Er staat een soortgelijk iets online wat snel is uitverkocht. Vandaar dat ik nu deze versie ook nog maak. Maar die had ook mooie vruchtjes bovenin. En dat vonden jullie heel erg leuk. Je doet gewoon een touwtje dus om het vruchtje en je knoopt hem bovenaan vast. En dit kan je met verschillende vruchtjes op verschillende hoogtes doen. Je wikkelt het touw er gewoon omheen. Maar nodig een keer vaker. Lijkt vaak ook nog eens leuk. Mochten er straks nog touwtjes loszitten, kan je dat met een schaar gewoon even wegknippen. Ik haal het meestal vast weg met een mesje, maar dan kan je dat later ook nog doen. En dat doe ik ook met een lampionnetje. Dat doe ik hetzelfde. Ik wikkel om het steeltje gewoon even een touwtje. Doe ik een knoopje omheen. Super tof natuurlijk om zo'n bloemstuk bij je thuis te hebben staan. Ja, die vorm is natuurlijk heel leuk om terug te laten komen. Doordat je elke keer met rond werkt. Rond op rond is altijd goed. Dus dat is goed om te onthouden. Hè? Ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnaarbemis.nl. Dat vind je onder kopje cursuspakketten. Hè? Ja, ik vind het weer een hele leuke video geworden. Hè? Echt een mooi bloemstuk voor op tafel. Ook lang houdbaar. En natuurlijk super leuk nu het buiten weer wat minder weer wordt. Om het dan binnen gezellig te maken. Hè? Ik hoop dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zie je me de volgende keer weer.